En nu en Kuyt en Van Hooijdonk en Kalou richting het Groningse strafschopgebied. Nu de bal nog. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk, het staat 1-1. En 20 minuten voor tijd bewijst Pierre Van Hooijdonk zijn waarde voor Feyenoord. Het op Jan Maat. Pelle, Martins Indy, het is 2-2. Daar is dat moment dus voor Feyenoord. In de 90ste minuut. Bouwen. Vrede lijkt niet echt fit. Verstapt zich weer en moet er zo dadelijk af. Kuyt. Kuyt! 0-2. Lucius vindt hij Makai. Dit is een handige beweging. Hij is twee man kwijt. En Roy Makai scoort de 1-0. Prima goal van Roy Makai. Ja, hij baalt Levchenko. Want dit was een puikstaaltje van individuele klasse hoor, van Roy Makai. Congolo, goed balletje dit. Schaken en het is 1-0 voor Feyenoord. Binnen het kwartier staat Feyenoord op voorsprong in Groningen via Ruben Schaken. En wat gaat daar dan een subtiel paasje aan vooraf van Congolo? Kibic, goed gedaan. Heel knap neemt hij daar Feyenoord in de maling. En nu op weg naar zijn grote succes in dit duel. Ja hoor. Prima afgemaakt. Een schitterende actie daar bijna op de eigen helft. En dan mag hij genieten van al die juichende mensen daar tegenover zich. Vlaar zat daar net tussen. Vlaar. Net geen genoegen met het gelijkspel. Vlaar, Vlaar, hard. Vlaar raak! Feyenoord op 3-2. Vlaar persoonlijk. Wat een wedstrijd. Roel Vlaar. En wat juicht hij weer mooi. Pelle kan verlengen, doet hij toch knap hoor, met Van Dijk in de rug. Cissé Schaken is helemaal vrij bij de tweede paal. En dan gaat er zo in. Een blessure ook bij Sekou Cissé. Hij grijpt naar zijn hamstring, maar na 9 minuten staat Feyenoord wel met 1-0 voor. Hier in Groningen. Buffel weer. Die kan schieten, doet het niet. Kiest voor Onno. Schot dan van Leurling. En een best schot en een beste goal ook. Leurling, toch weer hij. Mooi vlotlopende aanval van Feyenoord en een verwoestend schot van Anthony Leurling.